Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. Met de verkiezingen in zicht is in Zeewolde de discussie over de koopzondagen weer losgebrand. De fractie van Zeewolde Liberaal wil nog voor de verkiezingsdatum een doorbraak forceren. Kees Steiger, fractievoorzitter en lijsttrekker van Zeewolde Liberaal, dat hebt u aardig bedacht als verkiezingsstunt. Nou, het is niet zozeer een verkiezingsstunt. Toch niet? Nee. De Liberaal is er al een uh, jaar of vier mee bezig. Eigenlijk hebben we na aanleiding van de afgelopen verkiezingen, vier jaar uh, geleden, het coalitieakkoord, uh, mm -hmm. al gezegd van hé, hey, dat is een gemiste kans. Maar u komt niet uh, voor niets een maand uh, voor de verkiezingen natuurlijk met een initiatiefvoorstel. Nou, de, voor de verkiezingen, uh, dat is een, 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 een gevolg van de enquête die er is uh, geweest de afgelopen jaar, waarvan de uitslag uh, bekend is dat de meerderheid van uh, de bevolking in Zeewolde... Ja, ongeveer twee derde is voor verruiming van uh, de koopzondagen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja. Bovendien is ja. dus ook aan de winkeliers gevraagd, wat hun mening is. En die zijn ook in meerderheid voor het openen van de winkels op zondag. Ja. En dus ligt er nu een initiatiefvoorstel. Dat hebben we ingediend met uh, Partij van de Arbeid GroenLinks, D66 en Burgerbelang. En dat behelst winkeliers aan zet, hè, zo heet ja. het. Ja. Uh, strekking is dat uh, ondernemers zelf mogen bepalen of ze op zondag open zijn. Ja. Op dit moment kent Zeewolde één koop zondag in de maand. En dan mag er uh, bij Toerbeurt ieder jaar één supermarkt, een paar uur op uh, de zondagmiddag open. Hè, van 4 tot 7. Ja. Dit jaar is dat de koop. Maar dat is in uw ogen dus niet toereikend zoals het nu is. Nee, Dat is onvoldoende. Waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit de uitkomst van de enquête, dat uh, de bevolking in Zeewolde, bij meerderheid dus, mm -hmm. uh, vindt dat zij meer mogelijkheden moeten hebben om op zondag te kunnen gaan winkelen. Ja, ik, blijk, bl ik begrijp ook uh, lange rijen voor de kassa's op zondagmiddag in oh, de supermarkt. Dat, exact. Als u uh, uh, de gelegenheid heeft om op zondagmiddag uh, rond een uur of vijf naar de koop te gaan, dan kunt u zien dat dat uh, behoorlijk uh, druk is daar. En dat de schappen eigenlijk al leeg zijn nog voordat je het brood kunt kopen. Ja, dus er moet uh, verruiming komen in uw ogen. Een thema dat leeft, zegt u. Hè? Want een ja. ruime meerderheid van de bevolking van Zeewolde is hiervoor. Nou, is het een discussie die natuurlijk ook uh, in buurgemeenten wordt gevoerd hey, op de Veluwe. Er is in Nijkerk ja. een college op, uh, ja. opgesneuveld. Ja. Um, is het ook zo dat er op dit moment koopkracht weglekt uit Zeewolde naar andere plaatsen, denkt u? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet zozeer. Ik denk dat er eerder uh, veel koopkracht naar uh, Zeewolde komt op zondag. Hè? Vanuit, de, ja. vanuit, vanuit, vanuit Harderwijk vanuit... bijvoorbeeld. Ja. Uh, naar, maar de, naar... de discussie nu ook heel erg gespeeld. Uh, ja, ja, ook daar uh, gaat men er eigenlijk toe over uh, om uh, in ieder geval die koopzondag uh, te regelen. Ja. Of uh, de supermarkten, uh, alle supermarkten open uh, te hebben op zondag. Ja, maar ze wilden zo dus economisch van kunnen profiteren door inderdaad uh, over te gaan tot uh, ja, het loslaten, zal ik maar zeggen. Het uh, ja, lijkt mij sowieso dat het uh, economisch goed is als je je winkel open hebt, hè, in ja. plaats van dat je hem gesloten hebt. Uh, maar wat wij willen is in feite dat we zeggen van laat het nou vrij. He, dus zorg er nou voor dat alle belemmeringen weg worden gehaald van ja. de verordening zoals die er nu is. zodat het mogelijk wordt dat de winkels vanaf 6 uur s ochtends tot 10 uur s avonds open kunnen. En Regel het dan zodanig dat de winkelier zelf bepaalt ja. of hij wel of niet zijn winkel open doet? Ja. Nou, is het om even te kijken naar de politieke haalbaarheid hiervan, zodat er in feite een ruime meerderheid in de gemeenteraad voor verruiming van de openingstijden op zondag is. Maar er ligt een coalitieakkoord waarin is afgesproken dat er niks verandert aan de huidige situatie. Dus dat betekent dat uw voorstel kansloos is op dit moment? Ja, dat zullen we nog maar zien. Kijk, wat er, uh, de situatie zoals die is, is duidelijk. Hè. Er is een coalitieakkoord uh, van vier jaar terug. Mm -hmm. En daar is dat afgesproken dat er één winkel open is van, van vier tot, uh, tot, uh, tot zeven. Ja, dat was een punt wat de ChristenUnie met name inbracht. Ja, de ChristenUnie heeft dat heel, heel goed gespeeld. Hè, want die heeft in feite een, een veel betere onderhandeling gedaan dan de andere partijen die in meerderheid waren en die ook in meerderheid voor waren. Ja, dus dit maar is de... eigenlijk de prijs van de ChristenUnie in het college? Ja. En, en, en dat is in feite opgegeven door de andere partijen. Maar wat je, die, die posities, wat je nu ziet is voortschrijdend inzicht. Hè? De winkeliers die zeggen: van, mm -hmm. doe die winkels nou maar gewoon open. De burger die zegt: van, wij willen op zondag winkelen. Dus wij zeggen: dat het voortschrijdende inzicht zou eigenlijk ertoe moeten leiden dat ook de coalitie zegt: oké, okay, wij gaan als coalitiepartijen daar gewoon over stemmen. Maar, ja, maar die coalitie wat... zegt dat niet. Hè? Coalitiepartijen, Leefbaar Zeewolde en VVD zijn weliswaar voor verruiming, maar ze zijn gebonden aan, dus dat coalitie, uh, aan die coalitieafspraak. Zoals we net ja. U daagt in feite uit, dus om die afspraak aan hun laars te lappen. Ja, nou, we, we willen zien uh, door middel van bijvoorbeeld een hoofdelijke uh, stemming. Of het inderdaad zo is dat uh, de volledige fractie van zowel de, de VVD als van Leefbaar Zijn Wolde inderdaad uh, tegen is. Nee, want afgelopen week in de commissievergadering zeiden die twee fracties. Ja, afspraak is afspraak. Die gaan ja. we niet schenden in het ja. uh, zicht van de haven. Ja, nee, dat klopt. Maar wij hebben ook gesprekken met uh, individuele fractieleden. En die laten een heel ander geluid uh, horen. Dus ja? wij willen het op de, uh, de stemming aan laten komen. Of dat inderdaad zo is dat de gelederen gesloten zijn. Of dat ze in het zicht van de haven toch denken van... kom op, laten we dat nou voor de verkiezingen regelen. Dan hoeven we niet na de verkiezingen aan de onderhandelingstafel... We proberen die winkel wel of niet open te krijgen. Want maar dat maar kunnen toch we het, nog het, even de, de, het standpunt op dit moment van VVD en Leefhaar C. Wolde is, is toch duidelijk. Afspraak is afspraak. We gaan niet tornen aan, uh, aan het huidige beleid rondom ja. de openstelling op zondag. Uh, wat, wat vindt u eigenlijk van die opstelling? Ja, ik vind het jammer dat het zo rigide uh, genomen wordt. Hè. En uh, wat ik al zei, uh, er is uh, voortschrijdend inzicht. We zien de maatschappelijke ontwikkelingen. Hè, en dan heb je iets vier jaar geleden afgesproken. En dan laat je het eigenlijk erop aankomen van. Over vier jaar mag u weer uh, bepalen. Of uh, ja, nee. uitspreken wat u wil. Nou wij willen het vervolgens dan er niet op aan laten komen dat er eenzelfde situatie ontstaat als via terug. Dat uiteindelijk op de onderhandelingstafel al die goede voornemers van VVD en Leefwaar Zij dan toch sneuvelen. Ja, dat denkt u, een nieuwe college onderhandelingen zou opnieuw uh, dit punt uh, ja, kunnen sneuvelen? Nou ja, ik denk als de partijen geen meerderheid uh, kunnen halen, hebben ze altijd een andere partij erbij nodig. Ja. En als dat dan toevallig het ChristenUnie of het CDA is, dan weet ik vrijwel zeker dat dus dit een, een breekpunt gaat worden. Nou, nou grijpt u dit volgens mij ook toch wel dankbaar aan om Leefbaar Zeewolde en VVD toch wat in verlegenheid te brengen. Hè? Want die partijen moeten dus nu uh, zeggen ja, wacht maar tot 21 maart. Kleur bekennen. Dus uh, gewoon kleur bekennen. Ja. En standpunt bepalen. En dan maar straks. Dat doen ze. En dan straks door te zeggen van we doen niks. Ja. Klopt? Ja, ja. En, en zij zeggen, nou, wacht maar tot na 21 maart. Hè. De VVD zei dat met ja. name, want dan ja. hoeft er helemaal geen discussie meer te zijn over dit onderwerp. Ja, maar dat was die vier jaar terug ook niet. En, uh, en wij weten dus allemaal wat de uitkomst was, toen de VVD ook zei van er, was, er, zou, er zou geen discussie uh, over mogelijk uh, moeten zijn. Ja. Wat je ook ziet is dat uh, Leefbaar Zee Wolde onlangs uh, nog een persbericht uitbracht waarin zij uh, heel duidelijk zeggen van ja, wij willen dat het zorgvuldig gebeurt. Ja. Nou, ons initiatief is langs, het, uh, langs de coalitie gegaan, hè. dus die, die heeft de burgemeester en wethouder hebben ernaar kunnen kijken en die hebben geen obstakels gezien. Dus ik neem aan dat het heel zorgvuldig behandeld kan worden door uh, BMW en de ambtenaren om dit gewoon. De komende twee weken goed te regelen. Maar je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen: wacht even een paar weken, een paar zondagen. Nou, die kunnen er ook nog wel bij. Jawel, maar we hebben al gehoord afgelopen week in de commissievergadering, heeft Leefbaarse Wolde al gezegd dat moet heel zorgvuldig gebeuren. We moeten letten op zaken als openbare orde en veiligheid. Mm -hmm. Mind you. Brandweer, politie, mm -hmm. het leger. Waar hebben we het over? Nou, Maatschappelijk... leger, het nog niet genoemd, maar... Maatschappelijke partijen. Ja, maar dat zijn wel de partijen die bedoeld als je zegt openbare <middel> orde en veiligheid. Uh, maatschappelijke partijen. Uh, 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 hoe ver moet je gaan? En is het eigenlijk niet zo dat je eigenlijk dat ook niet wil, die winkels open, maar dat je een beetje doet alsof je ze open wil hebben? Ja, denkt u dat? Een beetje wel, ja. ja, ja. Vindt ja. u dat Leefbaar Zeewol VVD erg op de rem trappen in dit opzicht? Of Leefbaar Zeewol, nou, dat de, de trapt denk ik op, op de rem. Ja, wil, wil ook de kleine ondernemers uh, beschermen, hè? Ja, okay. een ja, dat is, dat is een uh, valide argument. En, ja. en, 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 maar wij zeggen: laat die ondernemer het zelf nou maar bepalen. wat hij wel en wat hij niet wil. Want dat hoeven wij niet voor hem uh, te bepalen. Ja. He, dus een klein beetje uh, van: nou ja, we willen het wel, maar we willen het eigenlijk niet. De deuren open houden voor eventuele andere coalitiepartijen. Ja. Uh, 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 ja, dan wordt het toch weer onderhandelen. Ja. Voor ons is het echt: als je dus zometeen aan die onderhandelingstafel zit, dan mag het niet zo zijn. Dat we het gaan hebben over het verlengen bijvoorbeeld van de openingstijden van die ene winkel op dit moment. Dat zou voor ons een breekpunt zijn. Er tekent zich nog geen meerderheid af. U gaat het voorstel wel in de raad brengen over ja. twee weken? Ja, we willen echt die hoofdelijke stemming. We willen de, de koppen gaan tellen. Rugnummers willen we zien. Kees Tijger, dank u wel. Dit was Over Flevoland gesproken. En heel graag tot volgend weekend weer.